Ja. Jaap. Ja. Hoe lang is het geleden dat je Jaap gezien hebt? 4,5 jaar. Ja. Veel te lang. Ja. En weet je nog de eerste keer dat je Jaap zag? Ja, dan was ik 1 jaar of 20. En ja, dat maakte toch wel een verpletterende indruk. Kun je stellen dat het liefde op het eerste gezicht was? Dat denk ik wel, ja. 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 Ja, ik had wel anderen ook ontmoet, maar hij was het helemaal. Ja, maar wat voelde je dan? Zijn dat vlinders? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? Ja, ja. Want omschrijf hem eens. Knappe vent, groot van stuk. Als hij langzaam op gang komt, maar als hij eenmaal op dreef is, is hij niet meer te stoppen bijna. Ja, is dat zo? Ja. Ja. En dat spreekt je aan? Dat spreekt me aan, ja. Die kracht? Ja. Die kracht, ja. Ja, ja. Het begon in 1839 met de lijn van Amsterdam via Halfweg naar Haarlem. In 2019 bestaat ons mooie Nederlandse spoor 180 jaar. Alle reden voor een feestje dus. ProRail viert het graag samen met u. Heb je een foto van Jaap hier? Ja. Ja? Ja. Heel benieuwd. Waar is Jaap? Dit is hem. Deze aan de rechterkant. Dat is mijn grote liefde. De rechter? De rechter, ja. Dit is ook wel een liefde van me, maar dat is echt de grote liefde. Jaap. Ja, Jaap. Jaap is een trein, hè? Jaap is een trein, ja. Want jij bent gek op treinen. Ik ben gek op treinen, ja. En je weet dat wij geregeld hebben dat speciaal voor 180 jaar spoor... Ja. Jij vandaag Jaap weer gaat ontmoeten. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Ik had het absoluut niet verwacht. Ik heb echt een traantje gelaten toen ik hoorde dat het doorging. Dit is echt je treinhoekje. Ja, dit is echt mijn treinhoekje. Hier staan de pronkstukken, zeg maar, die ik niet in de hobbykamer wil hebben. Maar ik zie hier dus ook, dat is de Jaap. Dit is de Jaap, ja. En wil jij je nog speciaal opdoffen vandaag voor de Jaap? Ja, dan gaat deze pet op en dan gaat mijn uniform van de stoomtrein gaat aan. Ja, dit is het stoompak. Dit is het stoompak, ja. Dat kan ook bij de Jaap gebruikt worden. Nou, grote vriend, ben er klaar voor. Ja? Ja. Zin in? Ja, echt onwijs veel zin in. Met Lisette. Hi pap. Ja, ik vind het heel spannend, heel spannend hoe die erbij staat. Of die niet ergens in een hoekje weggestopt staat en onder de spinnenrag en de stof zit en zo. Ik hoop dat ze hem toch een beetje goed verzorgen, hoor. En een mopperen. Oh, het is geen dag om te mopperen. Ik ga naar Jaapie toe. Dat is mijn andere grote liefde. Ik ken het, Roxy. Roxy? Ja, Roxy. En vertel je nou ook dat je naar de Jaap gaat? Ja, dat weet ze. Hé, naar Jaapie toe, hè. Mooi, heb jij nog nooit gezien, hè. Door mijn autisme ben ik veel meer gericht op dieren, maar ook op dingen. En dingen, ik zie dat ook deels als levende wezens en dieren, omdat die makkelijker voor mij te begrijpen zijn dan mensen. Ik hoop dat je het leuk vindt om de Jaap weer te zien. Ja, ik echt wel moeten huilen dat ik erheen mocht. Oh, dat is zo spannend, vind ik. Ja, oh. Ik kreeg buikpijn thuis. Ik had wel zoiets van, oh jee, dat wil ik helemaal niet meer. Allemaal zo spannend. Ja, oh gaaf. Oh, ik zie heel veel poetswerk. Oh, dikkie. Oh, wat is die vies. Jeetje. Vies stoffig. Oh, ben ik blij dat ik je zie. Lekker vies overal. Dit is smerig. Ja, dit is het. Ja, geweldig. Yeah.
meestal is dit ons plekje. Het is één coupé verder, maar dan zitten we hier. Maar Lisette, wat overheerst nou als je zo in Jaap rondloopt? Ja, geluk. Ja, ik voel me een heel gelukkige persoon dat ik dit mag. Ja? Heel bijzonder. Ja. Oh, mis ik hem dan. Heel fijn dat ik hem weer eens gezien heb. Heel fijn. Ze mogen niet meer veel mensen zeggen dat die dit mogen. Dus ja, ik voel me echt een bevoorrecht mens.